my god, it is busy! Yes, goedemorgen jongens en welkom alweer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag Koningsdag en ik ben hier met Palito, man. Palito heeft een nachtdienstje doorgepakt. Zo, dus jij hebt nog niet geslapen? Nee, maar slapen doe ik als ik dood ben, dus dat is goed. Deze standaard zinnetje. Maar in ieder geval, een hele tjoetja, of in ieder geval, hoe zeg je tjoetja, hoe moet dat of anders worden? Fokt op situatie? Ja. Een fokt op situatie. Eigenlijk zouden we al met Jozo nu zijn en met Tajula. Alleen Tajula heeft op het laatste moment echt van zich af laten weten, dus nu zijn we even alles aan het omgooien, want wij moeten naar Amersfoort toe. Wij gaan naar Busy van Yellow Claw, of in ieder geval ex-Yellow Claw member. En met hem gaan we heel de dag vandaag mee toeren. We gaan met hem naar alle shows toe, dus dat wordt super dik. Dat is gekke shit, man. Ja, en vandaar dat we zo vroeg zijn, man. Het is iets van 8 uur of zo, 9 uur nu. Ja. Dus man, maar in ieder geval, ik laat zeggen, laten we de dag beginnen. Joseph komt zo hier naartoe en dan gaan we move, man. Nou, gekke toebus, man. Van jij. Was dit ook een ijs of zo gewoon? Dit tuurlijk, G. Ja? Ik huur niet dit. Oh ja, laat me even een SO doen naar. Ja. Deze ding is gewoon. Dikse auto vuur, jongen. Ah, lekker. Zeggen van je mag gratis wakker als we je hoofd erop mogen zetten. Ik zeg, ja? Nee, dat is spannend. Zo, dat wil ik ook wel. Ze mogen mijn hoofd altijd erop zetten, man, bro. Dat is gek, hè? Je hebt niet zo'n mooie kop. Maar weet je wat is fucked up was? Zeker. Weet je wat fucked up was? Gisteren moest ik hem ophalen, toch? Ja. Dus toen reed ik gewoon in mijn eentje. Welkom die ging me mee. Ja, we zijn gewoon. Ja. Dus ik reed op de terugweg. Gewoon op de snelweg, koude file en shit. Al die mensen keken naar binnen. Ja, dat zag ik jou. Ik dacht ook nog van, weet je, ik doe de skies of toch, ik doe een capuchon op. Ja, ja. Dus ik zag gewoon precies zo in die fucking buggy. Ja, dat was een slechte look. Ik voelde me wel een beetje van Dries Roofing, die Dries Roofing rond. Maar ja, nu is het wel, nu is het een goede look gewoon. Goeie, man. Ja, we gaan wat eerst naartoe nu? We gaan Damsko, broer. Damsko, let's go, man. Let's go. Wacht even, je moet deel van 3, 0. Fuck Jozef, man. Ben je nou aan het slapen, hoor? Hey, Jozef. Heb je een beetje tips voor beginnende rappers? Kan je even wat dingen zeggen over de game? En hoe jij het ervaart nu gewoon? Op dit moment. Pak je rust, man. Lekker, man. We aankomen bij de eerste locatie. Waar zijn we nu? We zijn bij Amsterdam Rij. Kingsland. Sick, man. Dat gaat allemaal simpel, man. Kijk gewoon, kijk hier. Bandjes. Zeggen alles. We mogen zelf lopen, hebben geen karretje. Lekker, man. Busy, krijg je even naar voren, hoor. Ik wil weten wie een beetje sexy kan dansen, ladies. 12 uur of zo. En niemand is nog geen gevaarlijk bier om 12 uur. Maar voor mij. Ja. Oh shit! We zijn even hier, man. Kijk, je mensen van je man. Lekker, man. Zo vroeg al, zo lekker. Hey, maar ik krijg ze wel los. Hierbij was het nog een beetje stip. Ik krijg mensen wel helemaal naar voren. Maar het is heel rustig. En ja, veel liefde gekregen hier. Super top. Hold on. De boy QC is hier, hij is aan het vloggen. Ik wil jullie even allemaal die handjes in de lucht zien doen, man. Amsterdam, make some noise! En nu doen we toch bezig zijn. Make some fucking noise voor de homie Jozo! Oh shit, hier in het motherfucker. Dat is dit! Hey! Bouge. Doe je dat? We zien hier zo'n chillings. Ja, dat vind ik. Even eten, even bijtanken en zo. Fuck man, Cho gaat zo meteen optreden. Nee, echt. Fuck off. Fuck off! Al echt zo met die koude dingen met feesten. Nou jongens, van locatie naar locatie. Ik heb lekker geslapen in de auto. We zijn nu aangekomen in Dordrecht. Weet je wat je leek? Je weet toch die hondjes zo die altijd voor in die bus hebben? Dat ging heel de hele tijd zo. Ah shit, jullie hebben zeker gefilmd en zo. Ja, ik niet, man, je hebt geluk. In ieder geval, we gaan nu naar het tweede optreden. Ik ben benieuwd hoe het is in Dordrecht. We zijn nooit in Dordrecht geweest met Koningsdag. Koningendag. En ja man, lijkt me gezellig hier. I the girl them time right now. Position. Get ready, girl, for the marathon. Me love how the girl them a carry on. Just call it.
Nou, we zijn net klaar in Dordrecht. Wat is er aan de hand, Busy? Ja, ik mag hier op een Kielse auto staan, op zijn Royal Stands. Oh, de? Springen, springen. Hé, hey, mag ik ook op je auto staan? Nee, joh, grapje. Nou, lekker hoor. Kijk hem. Oh. Je moet deze ook gewoon filmen, hè? Heel helbus van Asser. Broer, ik heb nog nooit zo'n rare volkslied gehoord, man. Kijk, dat is de kernversie. Maar niet uit, Tino's versie, man. Kom, kijk. Vorig jaar deed ik op de snelweg, hè. Op de fucking snelweg ging gewoon die deur open. Lekker man, busy. Hey, Jozo is gewoon aan het vloggen. Je weet het, vlog live. Jos vlog. Jos vlog, heet gewoon. De Jozo supergaande shit. Jozo is supergaande, besefte vrienden. Alle maanden van het jaar 12, 10, 7. Barkie op de streets. Oekoe. Meets. Meets. Mitty. Mitty. Fiets. Fiets. Het is gewoon bars. Streets. Accepteer gewoon. Dit is wel altijd doen. Nee, Jozo heeft first for life. Oké. Toch, dit is exclusief, man. Ik doe normaal niet dat freestyle. Oké. Aan het rennen op de snelweg. Hey, oh man, ik wil het snel weg. Nee, ik weet nog dat ik kop pak. Een bitch met dik zak. Ik heb seks met een dik zak. Wat is dat? Fuck dat. Ik weet toch dat ik kop pak. Ik ga vliegen door het hele land. Oh, je weet bij de man. Nee, je ziet toch wat ik kan. Aan het rennen denk ik kans. En de loop die is lang. Waarom doet die jongen bang? Waarom doet die jongen bang? Waarom doet die jongen bang? Ik krijg stap de dag. Nou, Gezegd worden, man. Oh my god, Jozo! Fuck aan Jozo! Ik wil even een foto met jou, man. Ik ben een grote supporter van jou. Ook heb je 3 jaar gezeten van vrouwenmishandeling. Ik vind je het al te hard, man, bro. Hey, gasten. Je moet nog even ontgroend worden, man, bro. Ja, man. Wat betekent dat? Ja, gewoon. Iedereen krijgt deze keertje mee, man. Wat heb je voor vrouwenmishandeling gezien? Ja, dat is wel in een drukke ruimte. Maar ik ga niet liegen met jullie, jongens. Vandaag is het gewoon cheat day. Iedereen gaat mijn Mackie eten. Ik denk, weet je wat? Leuke dag, Koningsdag. Ze zijn lekker heel erg aan het toeren, dus een Mac kan ook wel. Een Big Tasty, oh, nee, ik vind Big Tasty zo tantebom. Morgenochtend weer de gym in, maar dat maakt niet uit. Ja, man. Ga lekker eten, man. Jij bent al bezig? Zo, ik moet, man. Ik ben al op, man. Lekker, man, pik. Ja, ben je wel busy? Ja, ben je wel busy? Oh my god, het is busy! Busy man! Super grote fan van jou, bro. Lobby man. Harde tracks man. Ja man. Thanks. Waar ben je vandaag allemaal aan het optreden? Oh shit. Ja, Jozo zag ik net dan, maar jou zag ik niet man, bro. Ik heb mijn dochter dezelfde kapsel als jou gegeven. Omdat je zo, bro, echt lobby man. Lobby man. Je weet toch, heel dat zedendelicten, broer, dat boeit me niks man, bro. Lobby, man. Jongens, we zijn ondertussen in Oldenzaal, of dat is ergens in Twente volgens mij. En ja, we zijn er bij de artiesten. Ja, we moeten ons aanmelden of zo. En ik hoop dat we straks mee kunnen in zo'n bakkie, man. Dat lijkt me wel fattig, man. Heel grappig, man. Ja, man. Kankom. Zo, dat klonk wel heel enthousiast, man. Ja, man. Ja, ja man. Ja, Busy begon aan zijn laatste optreden. Ja,
hebben weer een hele dag achter de rug. We zijn zojuist klaar met alle tours of alle, weet ik veel, optredens. Alle shows, Nick. Alle shows, bedoel ik. Jij komt niet uit mijn woorden, man. Lach, Leo, lach. Zo. En dan ben je in beeld. Ik zie bijna niks, man. Yeah. Zo. Zie je me? Zie je me? Kan je me zien? Ja, man. Hoe vond je het gaan vandaag? Hey, ik vond het leuk, man. Ja, toch? Ik wil een SOG van alle mensen die er waren. Die waren master. En Carlito was zo master. Ja, man. Carlito. Echt hè? En zo naar Dix Autovuur. Zeker. Wil jij nog uit zou geven aan Dix Autovuur? Een Dix. Dix Autovuur, man. Dix Autovuur, wel gekke naam. Hij heeft onze dag gered, man. Deze dag gered, joh. Echt. Zonder Dix Autovuur waren we nergens. Eerlijk, joh. Nee, hé, hey, Dix, ik hoop dat ik ook een keertje een auto krijg, man. Want een gekke promotie. Met een foto erop, joh. Ja, met een foto erop. Dat is wel één. Hé, het is ook gewoon disco in deze bus, hè? Let op, let op. Strobo. Dus je weet toch, zeg maar, vanmiddag waren wij, zeg maar, of beginavond waren wij toch bij McDonald's. Ja, man. Ja. Broer, luister dan. Hij kan het ook eten, hè, thuis. Wat denk jij, broer? Eén voor alle, alle voor één, man, broer. Vakka. Als ik een Big Mac eet, dan ben je ook een Big Mac, man. Heb je heel die dingen waar voor je kan? Ja, man. Nee, man, weet je wat het is? Ik hou niet van eten weggooien, toch? Dus ik nam één hap en ik had toen geen zin meer. En dan ga ik het niet weggooien, je weet toch? Nee, voor je kat, man. Ja, iemand moet ervan smullen, toch, broer? Ja, vakka, broer. Ja, maar ja, man. Ik had nooit twee. Je weet het ook. Ik had nog nooit zo iemand lang een Big Mac zien bewaren. Yes, jongens. En welkom alweer bij het einde van de vlog. Ik ben weer lekker thuis. Het was gisteren een hele toffe dag. Wel vermoeiend. Veel reizen. Veel plekken toe en zo. Maar uiteindelijk was het wel hartstikke gezellig. Nogmaals een dikke shout-out naar Busy, Jozo. Iedereen die de dag erbij was. Farlito was er natuurlijk ook. En zoals je hoort ben ik nu thuis, of zoals je ziet eigenlijk. En mijn dochter is op de achtergrond, misschien dat ze nog even komt. Miguela! Daar hebben we het hoor. Hallo! Hallo. Kom even bij papa zitten. Jongens, dit is trouwens wat er gebeurt als je dochter eerder wakker wordt dan de ouders. En ze vindt ergens een stift. Dan krijg je dit effect. Dus moet je zo even je gezichtje zo maken, hè? Dus hier zijn we net achtergekomen, ben ook net wakker. Maar ja, in ieder geval dit is Michaela, de ondergetekende monstertje. Ziet er niet uit. Nou jongens, ik ga mijn dochter helpen met haar gezicht zo maken. En dan zie ik jullie de volgende vlog, man. Ik hou van jullie. Zeg maar doei. Doei allemaal.